Een goede moeder kun je niet kopen. Bekijk Woehoe's nieuwe video over rijke en arme moeders. Schat, ik heb een verrassing voor je schoolvakantie. Raad eens welke hand. Deze? Nope. Dan deze. Verrassing, kijk eens wat daarin zit. Joepie, je hebt een reis naar oma gewonnen. Woehoe! Dit is de droomvakantie. Maar we houden van oma. Het is elk jaar dezelfde verrassing. Kinderen, laten we uitzoeken waar we heen gaan op vakantie. Waar willen jullie heen gaan? Egypte? Nee. Misschien Japan? Saai, we zijn al 100 keer geweest. Wat dacht je van Miami? Dat is altijd leuk. Nee, mam, daar willen we niet heen. Oké, hier is de duurste optie. Een reis naar de maan. Ideeën? Oh. Wauw, dat is geweldig. Laten we onze koffers pakken. Waarom vindt iedereen de maan zo leuk? Er zijn niet eens goede restaurants. En alles is grijs. Laten we gaan, kinderen. We hadden naar Disneyland moeten gaan. Lieverd, waarom huil je? Wat is er gebeurd? Ik heb het uitgemaakt met mijn vriendje. Is dat alles? Oh, dat is toch niet erg? Nu hoef je geen verjaardagscadeau voor hem te kopen. Zo heb je een ton geld bespaard. Dat moet je vieren. Goed punt. Je hebt gelijk, mam. Laten we feest vieren. Lieverd, waarom huil je? Heb je het uitgemaakt met je vriendje? Hij is je tranen niet waard, liefje. Hier, veeg je ogen af. Vergeet hem helemaal. Groen staat je goed. Je hebt gelijk, mam. Laten we een selfie nemen. Hashtag free and rich. Hier is de lunch voor mijn baby. Lekkere boterhammen met kaas. Ik heb honger. Weet je wat, schat? Eén boterham zal zonder kaas zijn. Bedankt voor de lunch, mam. Ik moet gaan. Veel succes op school. De rijke moeder huurde een persoonlijke kok om de lunch voor haar dochter te maken. Niet één, maar twee tegelijk. Laten we eens zien wie de lekkerste gerechten kan maken, juffrouw Nori. Jij, Franse bedweter, alles wat jij kunt, kan ik beter. Wat zijn ze aan het maken? Laten we kijken. De lunch is geserveerd. Wat hebben we? Een gouden taart en een geldsalade. Ik hou van meer goud. Joepie, ik win. Maar ik wil de gouden risotto, geen taart. Jij bent ook ontslagen, juffrouw Nori. Ik moet alles zelf doen. Ik zal een gouden ontbijtje in de lunchtrommel doen. Mam, waar is mijn kostbare lunch? Bedankt, je bent de beste. Ik moet gaan. Veel succes op school. Lieverd, ik vul me gul vandaag. Hier is $10 voor jou. Jee, dank je, mam. En hier is het boodschappenlijstje. Koop alles en hou het wisselgeld. Mooie deal. Dank je, mam. Ik kocht alles wat op de lijst stond. Eens kijken. Dat is dan $20. Je hebt niet genoeg? Betalen? Oh nee, ik zal mijn spaarvarken moeten opofferen. Vaarwel, oude vriend. Ik zal je nooit meer zien. Hier is je geld. Mam, ik heb mijn zakgeld nodig. Hier heb je een paar duizend. Oh, kinderen van tegenwoordig. Mam, dat is niet genoeg. Wat nu? Oké, hier zijn wat goudstaven. Bedankt, mam. Maar dat is alles wat je krijgt voor 2 dagen, oké? Mam, ik wil dit shirt. Kunnen we het krijgen? Ik draag deze trui al 5 jaar. De trui is goed. Je opa droeg hem ook.
Alsjeblieft, mam, alsjeblieft. Ik wil dit shirt zo graag. Prima, ik bedenk wel iets. Vind je dit shirt mooi, kiddo? Het lijkt precies op het echte werk. Het is perfect voor jou. Dank je, mama. Wacht, ik ben nog niet klaar met de achterkant. Het is goed zo. Ja, ik moet al mijn olievelden verkopen voor ze bederven. Wauw, mam, kijk eens naar dit shirt. Ik wil er precies zo een. Deze? Maar iedereen heeft zo'n shirt. Ik zal iets beters voor je kopen. Hier is een nieuw hemd voor je, Chad. En het heeft echt een gouden vulling. Wauw, bedankt, mam. En? Het staat je geweldig. Dat is mijn gouden jongen. Chad, ik heb een verrassing voor je. Ik weet dat je hier al een eeuwigheid op wacht. Wauw, een nieuwe telefoon. Zou dat het zijn? Bedankt, mam. Wacht, wat? Dat is geen telefoon. Het is chocola. Je houdt zo van snoep. Dank je, mam. Met wie kan ik dit delen? Geniet ervan. Hallo? Ik zal even bellen voor we alles opeten. Wauw, de nieuwe iPhone is uit. Ik moet hem kopen. Ik bestel ze allemaal tegelijk, zodat ik de enige zal zijn met de nieuwe iPhone. Betalen! Hier zijn mijn nieuwe hebbedingetjes. Hallo, ga je gang. Het is de verjaardag van mijn dochter. Ik heb milieuvriendelijke vlaggetjes voor haar gemaakt. En een verjaardagscupcake. Gelukkige verjaardag. Doe een wens. Dit is voor jou. Een cadeaupakket. Wauw, bedankt. Dit is zo onverwachts. Maar dat is nog niet de hele verrassing. Maak kennis met je nieuwe favoriete clown. Wauw, we hadden geen idee dat je kon jongleren. Dat kan ik niet. Maar dit is leuk. Gelukkige verjaardag, schat. Heeft mama weer geld voor me? Dat is zo saai. Zoveel gasten. Maar ik wil het alleen maar met mijn moeder vieren. Mam? Mam? Nu even niet, schat. Zie je niet dat ik het druk heb? Kinderen, het is tijd om op te staan. Prima. Goedemorgen, mam. Chad wordt wakker. Slaapkop. Liever het wakker worden of je komt te laat. Chad, je gaat je overal voor verslapen. Sta op. Mam kent een trucje. Doop de handen in een glas water. En hij zal zelf wakker worden voor een heel natte verrassing. Oh, dat is lekker. Wat? Oh, nee. We eten warm water bij het ontbijt. Oh, Chad is wakker. Goedemorgen, waterjongen. Maak je geen zorgen, we zullen het niemand vertellen. De zon is zo helder, maar ik wil nog niet opstaan. Dienstknechten? Ja, meester Chad. Zet de helderheid van de zon op minimum. Ja, meneer. Klaar. Dat is beter. Nu kan ik meer slapen. Schat, waarom duurt het zo lang? We zijn te laat. Laten we gaan. In wat? Die auto? Nee. Deze car. Eindelijk heb ik het kunnen afbetalen. Laten we rijden. Ik hou van rijden met het dak naar beneden. Waar is mijn dochter? We zijn al laat.
Hoi, mam. Waar is de auto? Hoe komen we daar? In onze persoonlijke koets. Neem plaats, mijn prinses. Koetsier, ga. Ik hou ervan rijk te zijn. Vond je onze rijke en arme mama's leuk? Geef dan hieronder commentaar en vertel ons welke moeder je leuker vond. De blutte maar lieve of de rijke en gulle. En jullie, abonneer je op ons kanaal, like deze video en klik op de bel. Mis geen enkele hilarische nieuwe video van Woehoe!